Hebben we weer een moment voor jullie. Weer 2 punten zijn er te verdienen. Ah, dit was wel, ja, dit was wel bizar. Dit was wel bizar, hè? Ja, dit was wel een mooie tackle. Icons voetbal. Door corona is de gehele competitie tijdelijk afgelast. En ik kan wel zeggen dat we dat allemaal heel jammer vinden. Vooral omdat het dit weekend natuurlijk derby weekend zou zijn. Maar voor de Spakenburgse fans laten we ze niet in de koude kleren zitten. Want we hebben namelijk een Spakenburgse derby quiz in het leven gebracht. Op die manier hebben we toch nog de strijd tussen rood en blauw. En voor IJsselmeervogels uitkomend zit hier de mooie keeper Jamie Schaap. Voor Spakenburg, voor de Blauwe, zit hier de linker vleugelverdediger Tim Brinkman. Mannen, welkom. Dank je. We zitten hier in de jachthaven van Spakenburg. Zijn jullie wel eens vaker geweest? Ja, ik ben hier zeker wel eens vaker geweest. Ja? Ja. Ik ben hier geboren natuurlijk. Ja, ik ben hier geboren, ja. Maar eigenlijk hier opgestapt en kampioen waren geworden en toen weggevaren. Ja, weggevaren. Maar niet hier op de Dutch Cat. Hè? Nee, dat is niet, nee. Het is ook een bootje die te koop staat. Als je kampioen zou worden, dan zou je die wel... Dan mag die hem best aan me geven. Ja hoor. Jij denkt dat je hier op de boot staat aan het einde van de dag. Ja, ik win en die quiz en die rooien waren ook bang om de wedstrijd te verliezen. Dus ik denk dat het voor de rooien wel goed uitkomt dat hij eruit is. Zo! Kijk eens, dit zijn pittige uitspraken. Dit zijn pittige uitspraken, ja. Dit is wel echt het echte werk, hè? De derby quiz. Nu gaan we eens even kijken of je echt uit kan komen voor je clubpie. Voor de eerste vraag zijn er 2 punten te verdienen. Als je het goede antwoord geeft, krijg je 2 punten. En als het goede antwoord niet wordt gegeven, is het dichtstbijzijnde punt, krijg je er 1. De vraag luidt als volgt. Hoeveel toeschouwers waren aanwezig bij de laatste derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg op zaterdag 12 oktober 2019? Het goede antwoord is niet gegeven. Dat dacht ik al. Het goede antwoord is namelijk 7000 toeschouwers bij die wedstrijd. Dus degene die het meest dichtbijzijnd is Jamie Schaap. 1 puntje voor de vogels. Hey. Ja, hey. Oké, vraag 2. En die luidt als volgt. Jullie hadden vast en zeker de datum van de derby alvast in je agenda gezet. 24 oktober zou die gespeeld worden. Hoe laat zou de scheids op zijn fluit blazen voor het begin van de wedstrijd? Het goede antwoord is gegeven. Aan de rode weer! Nee! De vogels! 3-0! Wie is de oudste speler van Spakenburg die dit seizoen in de tweede divisie heeft gespeeld? Dan ga ik voor Roy ter Schegget. Ja? Zijn leeftijd, hè? En zijn leeftijd? 33, ja. Dan mag ik je zeggen dat je eindelijk een keer 2 puntjes hebt verdiend. Lekker zeg. Roy ter Schegget. Wie is de jongste speler van IJsselmeervogels die dit seizoen in de tweede divisie heeft gespeeld? Christos. Achternaam, alsjeblieft. Zou ik niet weten. Moeilijke achternaam. Leeftijd? Jeetje. Ja, 19. Mannen, het is Christos. Christos inderdaad. Ja. Ibrahim. 18 jaar. Oh, 18. 0 punten voor de vogels. 3-2. Kijk eens. Alles is nog mogelijk. En de vraag is, wie is dit? En wie als eerste rinkelt op het belletje, die mag het antwoord geven. Kan 2 punten verdienen. Als je het foute antwoord geeft, dan is de ander aan de beurt en die kan nog 1 punt verdienen. Ja, zeg het maar. Ja, ik denk Bert Kous. Nee. Het is inderdaad Bert Kous, de verslaggever van RTV Utrecht. Ja, dat heb jij goed gezien. Ja, maar voor Bertje moet je wel ver uitzien voordat je hem herkent. Want ik dacht eerst... Als een snoer herkende je hem niet. Nee, zeker niet. Nee. Mannen, vraag 5. Wie als eerste op het belletje rinkelt, mag na alle hints antwoord geven op de vraag. Deze persoon is de all-time topscorer van IJsselmeervogels in de tweede divisie. Hij speelde eerder voor Spakenburg en nu voor IJsselmeervogels. Hij staat dit seizoen nog droog en hij is een aanvaller. Deze is niet zo moeilijk. Ja. Over wie heb ik het? Danny van der Meijer. Danny van der Meijer. Hoe kon jij nou niet als eerste drukken dan? Ja, ik dacht dat je de all-time topscorer van alle derbies wou weten. Vraag 6. Hebben we weer een moment voor jullie. Weer 2 punten zijn er te verdienen. Ah, dit was wel, bizar, hè? Ja, dit was wel een mooie tackle. Mannen, we hebben deze tackle van Salimi allemaal gezien. Maar de vraag is, hoeveel wedstrijden werd Salimi geschorst voor deze tackle? Het antwoord even opschrijven alsjeblieft. 2 punten. En dat is gegeven door... Tim!
Oh. Ah, 5 wedstrijden. Ja. Ja. 5 wedstrijden werd Salimi geschorst. Vraag 7. Er zijn in totaal 5 punten te verdienen. Vraag over goals, over een aantal goals. Bij elk goal wat je ernaast zit, gaat er een punt af. En als je zelfs 10 goals ernaast zit, dan wordt het zelfs gewoon -2 op je huidige stand. Ja, we zijn streng hier zo. En de vraag luidt als volgt. Hoeveel goals zijn er gemaakt in alle derbies die in competitieverband tussen IJsselmeervogels en Spakenburg sinds het seizoen 2016-2017? Competitieverband, hè mannen? Ja, competitieverband. Zijn er 3 wedstrijden. 3 wedstrijden sinds 2016-2017. Maar 3 wedstrijden. Ja, omdat ze niet altijd in de tweede divisie zaten. We hebben elkaar misgelopen. Ah, ja, instinkertje. Instinkertje. Ja, dit is niet normaal. Er zijn 10 goals gescoord in 3 wedstrijden. Ja. Afgelopen seizoen ging het natuurlijk maar 1 keer door, hè? Door corona, vanwege corona. Dat was een flinke strikvraag, dit. Ja, dit was een strikvraag. Ja. Voor seizoen 2018-2019 zaten ze niet bij elkaar in de competitie. In 2016-2017 speelde Spakenburg in de tweede divisie en de Vogels in de derde divisie zaterdag. Een seizoen later was het andersom. Dat betekent dat van jou totale score... Ja, min 500. -2. -2. Ja. Dus is er 1 winnaar vandaag. Spakenburg. Gewoon de bovenliggende partij dit seizoen. Ook in de Spakenburgse derbies. Hartstikke bedankt voor het kijken. Dit was alweer de Spakenburgse derby quiz. Zoals je gezien hebt, heeft Spakenburg gewonnen. En eigenlijk is dat hetzelfde zoals de stand nu ook laat zien. Hè? Spakenburg boven de Vogels. Hartstikke bedankt voor het kijken. En bedankt dat jullie aanwezig waren, mannen. Leuk.